Veiligheid is voor Leefbaar Rotterdam het DNA van de partij. Wij zijn in 2002 begonnen deze stad om daar puin te ruimen. Er waren no-go-area's. We zagen de junks hier rond het Centraal Station zwerven. We hebben gezegd, we moeten die achterstanden direct inlopen. Dat is gebeurd. Hè. Vriend en vijand erkent, de veiligheid in Rotterdam is aantoonbaar gestegen. Het is niet af, niet geheel af. Daarom hebben we gezegd, in de metro moet het veiliger worden. Met name in de avonduren. We willen de woonoverlast terugdringen, is gelukt. En de jeugdcriminaliteit is nu ook gedaald. Dus op alle vlakken zie je aantoonbaar, die veiligheid heeft een grote stap gemaakt. Mijn grote vraag aan de PVV is, kunt u ook zo'n mooi track record overleggen? Wat heeft de PVV gerealiseerd in de afgelopen 14 jaar? Meneer Meeuwissen, u mag reageren. U heeft het over puinruimen. U bent inderdaad een enorme doener. U kijkt heel erg op de korte termijn. Helaas, op korte termijn heeft u de salafistenburgemeester niet naar huis gestuurd. Het AZC Beverwaard heeft u niet tegengehouden. Maar de langere termijn voor onze kinderen en kleinkinderen, dat dat nog een Rotterdam van vrijheid en veiligheid is, dat hebben we straks niet. En daarvoor moeten we echt gewoon structurele maatregelen nemen. Daarvoor moeten we het islamitisch onderwijs gaan sluiten. Moeten de moskeeën dicht. We moeten echt de problemen van deze stad, de islam, moeten we bij de wortel aanpakken. En ik hoor u helemaal niet over lange termijn. U kijkt echt heel erg op de korte termijn. Mag ik heel even aan meneer Meeuwissen, voordat u reageert, vragen. Wat is precies de invloed op de veiligheid van de burgemeester? De burgemeester die noemt zichzelf salafist. En salafisme is ook volgens de AIVD een van de allergevaarlijkste verschijnselen wat er op deze wereld is. Dat is de heer Eerdmans met mij eens. Maar u bent het ook wel met mij eens dat het kul is als het gaat over burgemeester Aboutaleb? Hij heeft het zelf gezegd. En de heer Eerdmans is het met mij eens dat het onacceptabel is. Alleen de heer Eerdmans komt er met een slappe motie van treurnis en laat de burgemeester wel gewoon zitten. Maar mijn vraag was aan de PV. Kijk, Wilders is 14 jaar actief in de Tweede Kamer. 14 jaar is de PV bezig met name te strijden tegen de islam. Kunt u mij zeggen, hoeveel moskeeën zijn er dichtgegaan in die jaren? Hoeveel islamitische scholen zijn er gesloten? U heeft helemaal niets bereikt. Kijk, meneer Eerdmans, een stem op de PV is een zinloze stem. Helaas. En in uw DNA... Meneer Eerdmans, u sprak laatst over 500 agenten erbij. Over 4 jaar zit u over 1000 agenten erbij. Over 8 jaar over 10.000 agenten erbij. En daarna moeten we het leger inzetten, omdat het gewoon niet meer te behappen is. De onveiligheid die door de islam komt. U kijkt niet op lange termijn, meneer Eerdmans. Het jammerlijke is dat u dus geen antwoord kunt geven op de vraag. En die vind ik relevant als politici. U bent een brandjesblusser. Wij hebben geoogst. Wij hebben geoogst in Rotterdam. Ja, op korte termijn. De oogst van volgend jaar. Dat heeft zich verspreid over 15 jaar en dat zal doorzetten. Dus er is een periode voorleefbaar en naleefbaar Rotterdam. Meneer Eerdmans, u heeft meer politie nodig. U heeft meer politie nodig. En ik denk eerlijk gezegd dat in uw DNA maar 1 woord staat. En dat is de zijlijn. En dat is jammer. Nee, meneer Eerdmans. Ik zou het probleem niet bij de wortel aan.